Sorry. Ik ga nu de politie bellen. Je bent er nu nog meer in mij. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we FIFA spelen. Een paar potjes ruifel staat de hoogtepunt van. Dit is mijn team, dit is mijn bank. En dan gaan we heel eventjes nog naar evoluties. Want ik ben bezig met Brobby de Future Star te voltooien. Ik ben bijna klaar. Ik moet nog maar 5 potjes winnen. En dan nog 2 van de rivals. Dus dan gaan we nog maar even proberen te doen. Nou, rivals gaat gewoon beginnen nu. Ik ga proberen nu een tegenstander te zoeken. En mijn tegenstander is gevonden. Het Strasbourg FC. Nu gaan we zijn team zien. Courtois goal. Verdediging met 5 man. Ginola heeft die. En Kluivert en Haaland in de spits. Best een prima team. Ik hoop dat ze deze kunnen pakken. Tegenstander heeft nu de bal. Hij gaat aanvallen. Di Lorenzo krijgt de bal. En dan legt hij hem terug op Kluivert. Kluivert paast hem naar Ginola. Naar Asensio. En Asensio in de 7e minuut maakt 1-0 achter. Oei. Tegenstander heeft de bal. Er bijna gefloten voor een vrije trap. Maar het heeft hij niet gedaan. Hier heeft Kluivert de bal. Kluivert speelt met spelers voorbij. Maar Alisson pakt hem. Waar ik hier in de counter. Paulo Futre gaat dribbelen. Hij gaat speelt 2 spelers hier gewoon voorbij. Del Piero krijgt de bal en Del Piero scoort. 1-1 in de 40e minuut. Door Del Piero. Hier gaat de tegenstander met de bal, maar ik onderschep hem. Pak ik hem weer af. Del Piero gaat weer vandoor. Del Piero paast terug. Vinicius terug naar Del Piero. Del Piero met de Trivella en mis. Want de keeper heeft hem, maar zo corner. Dus Zanetti heeft de bal, maar Del Piero gaat natuurlijk nemen. Die staat beter in. Hij geeft hem voor. En de bal wordt weggekocht helaas. En dan Futre. Die paast naar Rice. En terug en terug. En er is een knummel hier in de 16 van de tegenstander. En dan pakt deze met Bas. En die schiet hij naar voren en dan zit rust. Het is de 48e minuut. En dan Del Piero heeft hier de bal. Die paast hem gelijk naar Brobby. Heel mooi paas. En Brobby schiet hem gelijk aannemen. Goal 2-1 voor mij. Wordt het een comeback? Del Piero hier, die wordt hier vies getackled door Ginola. Een klein tik, maar ja, dat is ook gewoon een tackle. Het is te ver om te nemen, dus hij paast hem naar Kompany. En hij zit er dan weer tussen. Dan in de 52e minuut krijgt hij hier de bal. En dan Haaland schiet hem hier op de paal. Ik dacht al dat hij erin zat, maar blijkbaar niet. En hier nog een bal gered door Alisson. Dan wordt hier de bal gegooid naar Paulo Futre. Die gaat rennen. Hij is echt snel. En hij sprint hier heel veel mannen voorbij. En dan krijg ik pas naar Brobby. Ryan Brobby heel snel 92 pace naar Del Piero en goal. Boom bam goal. Hier is tegenstander. Maar De Bruyne zit ertussen. Futre heeft de bal. Futre gaat weer rennen. Pas hem heel mooi naar Brobby. Precies in de loop. Die heeft de bal. Die rent. Die legt hem terug in de voeten van de tegenstander helaas. Dan gaat Vinicius. Pakt hij weer de bal af. En dan is het Del Piero. En dan weer 4-1. Ga ik weer in de aanval. De Bruyne die paast hem weer heel mooi op Paulo Futre. Die kapt, wordt een beetje getackled, maar hij gaat door. En dan is het hier Elliot. Futstar Elliot. In de 71e minuut. Brobby met de bal. Brobby legt hem weer op Del Piero. Die deed hem heel mooi ertussendoor naar Futre. En dan is het al 6-1. Nou, gelijk daarna in de 63e minuut. Brobby gaat rennen. Brobby legt hem terug op Elliot en die ramt hem erin. Wat een goal. Vinicius krijgt hier de bal. Met een hele mooie lange paas. Wordt hier getackled op de bal. Het is wel een ingooi voor ons. Dus Ruiz gooit hem in. Vinicius paast de bal naar Del Piero. En dan is het hier een vieze tackle op Del Piero. Dus hier is een vrije trap. Del Piero gaat hem natuurlijk nemen. Ze zijn een vrij trappenkoning voor mij in het team. Dus hij schiet hem. En hij gaat vol op de lat. Ai, ai, ai. In de standaard komt hier in de 84e minuut nog 1 keer door. Het staat 7-1 voor mij. Bal gaat naar Isco. Die legt hem heel mooi op Osimhen. En hij tikt hem er nog voor de 7-2 erin. Dan ik hier mooi de bal af. Dan paas ik hem nog naar Elliot. En Elliot die stift hem hier nog vol over de keeper en dan is het 8-2. En dan noemen we dat een hat-trick. Ja, wat is dat toch altijd lekker om te zien, hè? Die
met zo'n wippertje over de keeper. Fluit de scheids af van de wedstrijd. Del Piero mag de bal mee naar huis nemen. Hij heeft namelijk een hat-trick gemaakt. Echt bizar. Ja, ik doe de boodschap. Elke dag weer naar de supermarkt. Gaan we hier potje 2 in. Weer een tegenstander zoeken. Natuurlijk even dit nu selecteren. En dan hopelijk snel potje. Ja. Nou, dit is het team van de tegenstander. Sio's op goal, goede keeper. 4 man verdediging, 2 zo. Zo, 95 Cruijff en 92 Garrincha. Wat een team. Dan gelijk in de vijfde minuut tackled. Hier Kompany iemand onderuit. En dan gaat hier Stoichkov uit de vrije trap. Die gaat zo terugkappen. Paas hem op Fernando Torres en die schiet hem vol erin. Dan in de zevende minuut gaat hier Fernando Torres weer. En nu houdt hij zich in en dan gaat hij net gevallen. En dan staat hij al 2-0 achter. Dit wordt lastig. In de negende minuut gaat Del Piero hier. Legt hem mooi af op Futre. Die paast hem terug naar Del Piero. Die geeft hem op Brobbey. En Brobbey schiet hem tegen de speler aan. En Elliot maakt hier de 2-1 in de tiende minuut. En dan wordt het misschien nog wel wat. Brobbey krijgt hier de bal. Brobbey. Die paast hem op Vinicius. Vinicius legt hem terug op Robbie en Robbie mist. Vinicius hier gaat met de tegenstander dollen, maar wordt weggehaald door de keeper. Dan gaat hij in de counter met Johan Cruijff, maar hier zit Konaté ertussen. Elliot naar Del Piero, naar De Bruyne. De Bruyne naar Futre. Futre kapt. Paas naar Del Piero, die geeft een heel mooi balletje op Robbie. En Robbie met de 2-2, wat een comeback zeg. Hier de 36e minuut. Bal gaat naar Vinicius. Vinicius gaat sprinten. Hij heeft supersnel. Robbie krijgt de bal naar Del Piero. Del Piero. Del Piero met de 3-2. Wat een comeback tegen dit team. Onder. Natuurlijk nemen we met Del Piero weer. Die slingert hem voor. En wordt weggekopt door de verdediger. Mallard van de tegenstander gaat dan in de aanval. Maar daar zit nog niemand tussen. Tot deze volle tackle van Kevin De Bruyne. Dat is wel een gele kaart. Ja, hij krijgt geel. Maar ja, dan beter een gele kaart dan een goal. Cruijff hier met een zieke skill. Gaat hier nog in de aanval. Cruijff, Thunderstruck. Maar zit Zanetti tussen. Zanetti is ook een beest. Del Piero. Die paast hem naar Brobbey. Brobbey naar De Bruyne. De Bruyne naar Futre. Futre paast hem. Nee, hij verliest de bal. Oei, oei, oei. Zanetti heeft de bal gepakt. Kompany heeft hem nu. Robby aan de bal. Geeft een hele mooie hoge paas op Del Piero. En Del Piero maakt een 4-2. En hij klikt op pauze. Dus misschien weet je wel wat er gaat gebeuren. En inderdaad, hij lieft. Ik win van het team met Thunderstruck, Cruijff en Garrincha. Wat een win. Ik ben bijna naar divisie 6. Maar dit is dan eigenlijk een soort van het einde van de video. Dus ja, dan heb ik nog wel een pack. Een 84 keer 5 pack. Best wel lekker. Ik hoop dat ik daar wat goeds uit krijg. Het is wel een walkout. Het is Pols, Pits, Wolfsburg. Dan is dat Pajor. Het is geen dubbel walkout. Dus dit is Pajor, de enige walkout. Oké, wat zit er dan verder nog in de pack? Ja, 1, 27, 25 en dan 3, 84. Nou, bedankt voor het kijken en later. Yeah. Zeg eens wat tegen de supporters. Ja! Ja! Ja!